Goeiedag iedereen en welkom op het kanaal Vork in de Steel. Als je hier voor het eerst bent, mijn kanaal gaat over tutorials, technologie, tips en ervaringen op het internet. Als je dit een leuke video vond, geef het een like of abonneer je op mijn kanaal. Dit hoeft natuurlijk niet, maar het is wel, wel leuk als je dit doet. Deze video gaat over hoe je thumbnails kunt maken en dan gratis. Ik heb hiervoor twee manieren, eigenlijk twee sites. Eén bekende en één wat minder bekende. Dus laten we meteen beginnen. De eerste, de bekende, dat is Canva. Je moet inloggen met Google Plus of met Facebook. En dan kun je gewoon YouTube thumbnails maken. Ik had er dan al eentje gemaakt. Dat was deze. En hij is gewoon strak en clean. En je krijgt eigenlijk layouts. Je kunt elements toevoegen. Illustrators, lines, tekst kun je toevoegen. Background staat gewoon duidelijk aangegeven of het gratis is of niet. Nou, deze hier heb ik een foto toegevoegd, een lijn gemaakt en dan een tekst toegevoegd. Hoe maak je thumbnails? Je kunt ook dingen uploaden. Nou, je kunt die nog hier zo plaatsen. Ik vind deze alleen niet bij het plaatje passen, dus. Je kunt gewoon dit downloaden en dan in elk formaat downloaden. Maar hij heeft al de juiste grootte, want je hebt thumbnails aangekozen. Je kunt er nog veel meer mee met Canva. Zo, super handig. En dan de tweede site heet Snappa. Allebei de sites zet een link van in de descriptie. Het is eigenlijk hetzelfde principe, maar dan hoef je niet met Facebook of Google Plus in te loggen. Dus kun je gewoon een account maken. Dan moet je je e-mail bevestigen en dan heb je een account, krijg je ook templates. Ik zou even eentje voordoen. Deze smart shopper. Nou, dan haal je dit weg. Hier maak ik van smart nerd. How to be a smart nerd. En dan weet ik toevallig dat bij deze ook heel veel plaatjes zitten. Dan moet je in het Engels moet je computer. Dat is Engels. Of movies of weet ik veel wat allemaal. En dan kun je een leuk plaatje kiezen. Dan doe ik deze. Maar dan dit plaatje. Nee. Ik zou eigenlijk deze, maar dan als ik deze weg doe. Ik vind het ook wel mooi. Nou, dit is dus een beetje het principe. Zo kun je heel mooie effects. Dan maken we er nog even wat dark gray van. Darker. Blur. Je kunt er echt van alles mee doen. Doen we nog een shaper bij. Een lijn. En die zetten we hier neer. En die maken we zodanig dat deze eigenlijk parallel staat aan die. Zo. Zo. Nee. Zo. Helemaal nog ietsje verder. En deze maar nog iets naar beneden. En dan hebben we eigenlijk hetzelfde principe. Zo. En dan heb je eigenlijk al een thumbnail. Die best wel, hoe noem je dat? Clickable.
Dus clickbait, ja, clickbait, die best wel pakt. Dus ja, probeer gewoon dit uit. Als je hier geen foto's kunt vinden, heb ik nog een site dat heet Unsplash. Kun je ook alle genre foto's vinden. Facebook Live. Kun je ook allemaal prachtige foto's vinden. Die kun je dan gebruiken gratis voor je thumbnails. Heb je het bijvoorbeeld over camera's of over liefde? Of over Coca-Cola? Fit for free. Het leukste is natuurlijk als je zelf een foto hebt. Maar deze twee sites, Snappa en Canva, kun je gebruiken om prachtige thumbnails te maken. En met dat gezegd hebben, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren of like deze video. En tot de volgende keer. Hoi hoi.